Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga het vandaag in deze video met je hebben over kuddestructuren en leiderschap binnen de kudde. Wil jij daar meer over weten? Dan zeker blijven kijken. We gaan het dus hebben over de kudde en over kuddestructuren. En in Nederland hebben we natuurlijk eigenlijk helemaal geen kuddes. We hebben alleen maar groepen. Het zijn allemaal samengestelde groepen door ons mensen. En zo'n kudde is eigenlijk ook al helemaal niet meer normaal en natuurlijk, omdat wij hengsten ruinen. En in de natuur heb je natuurlijk helemaal geen ruinen. Dus de structuur van een kudde in Nederland, van een groep in Nederland, even stap terug. Nog stap terug. De structuur van een groep paarden in Nederland is natuurlijk toch wel anders dan een groep in het wild. En toch zitten er nog wel heel veel vergelijkingen. Het eerste wat ik graag onderuit wil schoffelen is de leidende merrie en de drijvende hengst. Dat is iets wat nog steeds erg diep geworteld zit in de paardencultuur. Dat er een drijvende merrie, of leidende merrie is en een drijvende hengst. En die bepalen wie wat doet. En de oudste merrie is meestal de leidende merrie. En nou ja, dat is dus niet zo. Daar ga ik je in deze video meer uitleg over geven. Maar dat idee moet je ook echt even gaan loslaten, want zo werkt het niet in een kudde. Het eerste wat we ons natuurlijk kunnen afvragen is, wat doet de leider dan? Wat voor een leiding moet er gegeven worden in een groep met paarden? Want is dat degene die bepaalt wie er wanneer mag eten? Of is dat degene die bepaalt waar ze naartoe gaan? Of wanneer ze bijvoorbeeld gaan drinken? En dat is het mooie van een groep paarden, of een kudde paarden. Eigenlijk zijn ze allemaal een beetje leider. Dus ieder paard in de kudde kan op een gegeven moment zeggen, hé jongens, ik heb dorst, ik ga naar het water. En er is dus niet één paard die dat bepaalt, het kan iedere keer een ander paard zijn. Degene die dorst heeft, die gaat naar het water, omdat zo'n kudde graag bij elkaar blijft, omdat het veilig is, gaat de rest van de groep per definitie met dat paard mee. Ze bewegen gewoon mee. En dat zie je dus ook als ze verplaatsen. Paarden zoeken natuurlijk naar eten, dus ze gaan als groep op zoek naar eten en al grazend en al happend zijn ze eten aan het zoeken. Daar komt geen leiding aan te pas, want het eten is leidend. Daar waar eten is, ja ook serieus, daar waar eten is, daar gaan ze naartoe. Doe je wel zachtjes? Dankjewel. Ja. Ja, ik vind jou ook lief. Maar ik mag even niet likken nu. Nee. Daar waar eten is, daar gaan ze naartoe. Daar waar water is, daar gaan ze naartoe. En het is ook niet zo dat ze bijvoorbeeld alleen maar op de vlucht slaan als de leider van de groep zegt van, oh jongens, ik zie daar een tijger. Laten we gaan rennen. Nee, het paard die de tijger opmerkt, die vertrekt en de rest gaat mee. Dus je ziet dat binnen die kudde er niet één paard is die alles bepaalt. De groep bepaalt het samen. En het paard wat op dat moment behoefte heeft aan iets, behoefte heeft aan vluchten, behoefte heeft aan water, behoefte heeft aan veiligheid, dat paard bepaalt op dat moment wat ze gaan doen. En waar komt ons idee dan vandaan? Dat we dus zo'n hiërarchie zou zijn. Dat er dus echt een leidende merrie is. En, ja, het is natuurlijk wel vaak zo dat het een beetje dezelfde paarden zijn die het voortouw nemen. Dat zie je in mensengroepen ook. Maar dat neemt niet weg dat je ook een underdog leiding kan zien nemen. Een paard die dus normaal gesproken niet op de voorgrond treedt. Die kan ineens zeggen van, hey, ik heb dorst. En die gaat naar het water toe. En dan zie je dat de groep meetrekt. We zien dat hier op deze paddock paradise natuurlijk heel mooi. We hebben hier natuurlijk één plek met water. De groep verplaatst er ook echt heel veel als groep. Je ziet ook heel vaak dat de paarden toch vaak dicht bij elkaar zijn. En zeker als het spannend wordt, dan zie je ze ineens samen klitten. Ze weten van elkaar waar ze zijn. Soms zie je ook dat de groep wat kleiner wordt. En je ziet echt dat er vriendschappen binnen de groep zijn. En dat is eigenlijk ook het mooie van de sociale structuur van een groep paarden, van een kudde paarden. Er zit geen hiërarchie in. Wij zijn gewend. Er staat een manager bovenaan of een directeur. Dan komt er een manager, dan komt er een floor manager. Dan komt er nog een weet ik veel wat voor een manager iemand die iets bepaalt. Een HR-consultant die weer mensen kan aannemen en aanspreken. Er zitten allemaal lagen in. Uiteindelijk heb je dan de arbeider, de mensen die het werk uitvoeren. En dat is heel hiërarchisch. Dus dat is echt, die staat boven die, die staat boven die, die staat boven die en die staat onderaan. En dat is ook de manier waarop wij mensen dus kijken naar eigenlijk alles om ons heen. Iedere sociale structuur, daar denken wij meteen in een hiërarchiestructuur. Er moet iemand zijn die de baas is. Omdat wij mensen dat dus ook hebben. Terwijl als je gaat kijken naar onze menselijke voorouders, daar was er waarschijnlijk ook veel minder hiërarchie. Dat is waarschijnlijk pas gekomen sinds dat we dus niet meer als nomaden leven. Natuurlijk heb je dan misschien nog wel een dorpsouste die veel bepaalt. Maar je ziet dat de jongeren daar ook echt hun woordje in kunnen mengen. Dat zie je nog in de culturen waar mensen nu nog nomadisch leven. Dat dat vaak veel gemoedelijker gaat en veel meer
op één lijn ligt. En dat is bij paarden dus ook. Je ziet bijvoorbeeld dat paard A die staat boven paard B. En paard B staat boven paard C. Maar paard C die staat alweer boven paard A. Dus dat is helemaal niet dat A boven B, B boven C en C boven niemand. Nee, dat kan echt alle kanten uit. En dan nog zie je ook nog eens dat het vaak te maken heeft met wat een paard belangrijk vindt. Vado vindt bijvoorbeeld aandacht heel belangrijk. Dus die kan jou ook echt vanuit de aandacht spelen. Want Jouke vindt eigenlijk aandacht vooral leuk. Dat zie je. Jouke staat hier lekker te knuffelen en Vado is niet te bekennen. Vado vindt het spel leuk. Vado vindt vrijheidsdressuur leuk. Daar wordt hij erg fanatiek van. En dan beukt hij Jouke ook wel aan de kant. Dan kan hij ook tegen Jouke zeggen van nou opzouten, ja ik wil nu. Andersom vindt Jouke vaak eten veel belangrijker. Dat zou je eigenlijk niet zeggen, want Vado is een grote vreedzak. Maar als het erop aankomt, kan Jouke echt zeggen blijf van mijn eten af. En dan zie je ineens weer dat Jouke Vado wegjaagt. Dus ze kunnen alle twee elkaar wegjagen. Elkaar blokkeren, elkaar de kant beuken. Net over wat zij belangrijk vinden. Dus het is zeker niet zo dat Jouke de basis over Vado of Vado de basis over Jouke. Ze zijn eigenlijk gelijkwaardig. En ze kunnen dus alle twee ruzie maken over wat ze belangrijk vinden. En daarin de ander aan de kant duwen. En juist omdat ze dus heel mooi gelijkwaardig zijn, is het ook niet erg dat Vado op een gegeven moment tegen Jouke zegt, ik wil nu. En andersom is dat ook prima. En zit ze daar dus heel erg geleveld. Nou is het wel zo dat mijn beide paarden goed hebben geleerd van mij om te wijken voor druk. Als je nou paarden hebt die wat lomper zijn, die wat minder goed opgevoed zijn, die kunnen daar vaak wat meer tegenin gaan. Paarden gaan van nature natuurlijk tegen druk in en dat zie je ook in sociale structuren. Je hebt ook wel eens paarden die echt buddies zijn, die echt overal doorheen beuken en zich echt laten gelden. Dat zijn natuurlijk verschillende soorten paarden in zo'n groep. En je kan je voorstellen dat je een groep met wat rustigere paarden hebt, die hebt er een bully tussen, die alles en iedereen aan de kant beukt omdat hij wat wil, dat het lijkt alsof dat paard de leider van de groep is. Maar dat is dus geen leider, dat is gewoon de etter van de groep eigenlijk. Want hij leidt helemaal niet. Het is helemaal niet zo dat hij bepaalt, hij neemt alleen maar. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, paarden zijn helemaal niet bezig met de ander. In tegenstelling tot wij willen van alles van ons paard, wil een paard alleen maar dingen voor zichzelf. Hij wil graag water kunnen drinken, hij wil graag eten, hij wil graag de veiligheid van de groep hebben, hij wil graag zijn rust hebben, hij wil zich kunnen voortplanten, hij wil, als hij kriebels heeft, wil hij gekriebeld worden, weet je wel? Dat zijn allemaal dingen die dat paard voor zichzelf wil. Een paard is er niet mee bezig van, ik vind dat jij nu wel daar gras mag gaan eten. Het zit hem dat of jij daar gras gaat eten. Wel andersom, wacht eens even, ik wilde dat gras opeten. Weg jij, weg van mijn gras. Nou, en het is dus niet zo dat er een leider is die zegt, wacht eens even, jij mag wel gras eten, jij mag geen gras eten of iets in die trant. Nee, paarden willen dingen voor zichzelf. Wat je wel ooit ziet natuurlijk, is als er gebullied wordt, dat daar paarden bijvoorbeeld tussen kunnen springen. Die willen die rust in die groep weer bewaren. Ruzie is gewoon niet veilig. Als twee paarden heel druk met elkaar bezig zijn en daar heeft de groep last van, de kans dat er op zo'n moment ineens een tijger langskomt die groep in rent en niemand, door niemand wordt opgemerkt, is natuurlijk vele malen groter dan als die groep gewoon rustig is en geen ruzie aan het maken is. Dus paarden willen geen ruzie onderling en die proberen dus ook die groep rustig te houden. Dus als ergens ruzie is, dan heb je zeker kans dat er paarden zijn die daar tussen springen en die dat oplossen in de groep. Afhankelijk natuurlijk van hoe ligt hij ten opzichte van die andere paarden. Maar dat heeft dus niet direct met leiderschap te maken. Dat heeft veel meer te maken met persoonlijkheden en met gedrag. En ja, de een is de ander niet. En heel eerlijk, we hebben onze paarden al best lang best asociaal gehouden. Ik bedoel, als je kijkt naar de historie, dan staan paarden toch ook al best wel weer een tijd op stal. We maken ze heter. Ik bedoel, we fokken ze heter. We fokken ze sensibeler. Dus je kan je voorstellen dat sociale structuren in onze groepen toch soms net wat anders zijn dan in een echt wilde groep. Als je echt een kudde hebt met paarden die in het wild zijn geboren, in het wild leven. Ja, dat zijn natuurlijk veel robuustere paarden, veel stoerdere paarden, veel gemoedelijkere paarden. Die gaan ook niet meteen over de zeik van alles. Die weten wat gevaarlijk is en die weten ook vooral waar je veilig bent. Dus die sociale interactie verloopt ook een stuk rustiger dan ooit in onze groepen verloopt. En toch zie je, als je kijkt naar een groep als deze, en dan hebben we natuurlijk ook veel berokkenpaarden en koudbloeden, maar het loopt eigenlijk best wel heel gemoedelijk allemaal. Je ziet dat die club eigenlijk heel erg heel rustig is. En
om je dat te laten zien, had ik bedacht, ik ga de camera nog even omdraaien. En dan gaan we even wat stukjes uit de kudde filmen. En daar zal ik misschien nog wel wat uitleg bij geven. Maar dan kan je gewoon eens kijken hoe het er bij ons in de groep uitziet. Dit is dus geen kudde paarden. Want, wat ik al zei, het is een samengestelde groep. Ze hebben elkaar niet uitgekozen. Er staan alleen maar merries en ruinen in deze groep. Geen hengsten. Dus dat maakt natuurlijk al anders. Ze staan natuurlijk in een afgeschermd gebied. En er is eten genoeg. En dat soort dingen zorgt ook al voor een andere dynamiek in de groep. Maar desondanks is het denk ik wel leuk om eens rond te gaan kijken. Dus ik ga je meenemen. Nou, het eerste paard wat we hier hebben, dat is Jouke. Die was er natuurlijk al. Hij vent. Kan het nog dichterbij? Ja, ik weet dat je kriebels hebt, kerel. Kom, je mag even wat voor jezelf gaan doen. Ja, Jouke die vindt dus dat ik zijn kudde ben. En die vindt het vooral heel gezellig als ik erbij ben. Maar we lopen dus even door. En dan gaan we even zoeken. Want daar staat Jouke's nieuwe vriendinnetje. Zij staat ook nog eens niet zo heel lang in deze groep. De mensen van de open dag die weten wel dat zij daar was. Dit is Elsa. Ik zie nu de billen. Het leuke is van Elsa, die komt van een heel ander soort stal. En die is zo ontzettend blij hier. En zoveel vriendelijker geworden. De vorige stal waren ze eigenlijk allemaal een beetje bang voor haar, omdat ze zo ontzettend boos kon reageren. En hier doet ze het echt super. Daar ga ik ook nog wel een keer een video over maken als Aline dat goed vindt. Trouwens, ik ga er sowieso een video over maken, maar dan wil ik eigenlijk Elsa in de hoofdrol erbij pakken. Want zij is wel een typisch gevalletje van een paard die moeite heeft met druk van mensen. Dus dat is wel leuk om daar ook nog een keer over te vertellen. Maar niet vandaag. Maar zoals ik zei, Elsa is eigenlijk wel het vaste vriendinnetje van Jouke momenteel. Jouke is sowieso eigenlijk vaak wel heel oké met nieuwe paarden in de groep. Nou ja, je ziet bijna niks van zo'n paard natuurlijk zo helemaal ingepakt. Maar goed. Jouke is natuurlijk heel gemoedelijk, die is heel makkelijk. Dus andere paarden kunnen makkelijk bij hem aansluiten. Dat vindt hij allemaal wel prima. Hé hey Jouk, kom je onder de takken door? Jouke, kom maar. Sta je daar nou zielig onder die stokken en je hoofd naar beneden? Kom maar. Goed zo. Als je daar door laat, kan je je hoofd weer omhoog doen. Dat is toch helemaal niet handig zo? Nee. Maar goed, zoals ik zei. Els is eigenlijk wel het vriendinnetje van Jouke geworden. En ze gaat ook wel goed met Mo. De rest is nog een beetje zoekende. En je ziet wel dat ze nu wat ruimte maakt voor Jouke. Ze gaat aan de kant. Jouke is weer bij mij komen staan. Goh, verrassing. Jouke, ik wil jou even als paard filmen. Je kan je even als paard gedragen, alsjeblieft. Ja, als paard graag. Even gewoon alsof ik er niet ben. Ja, wat een idee, hè? Maar goed, je ziet dat Els dus wat verplaatst is. En je zag dat Jouke eigenlijk niet eens bezig was met Els verplaatsen. Maar dat ze toch dacht van, nou ja, weet je. Ik neem het zeker voor het onzekere. Ik doe vast een stapje voor hem opzij. Want het is dan wel mijn vriend. Maar het ging ook over eten. Want Els was natuurlijk aan het eten. En ze weet hoe belangrijk eten voor Jouke is. En omdat er eten zat is, denkt ze, weet je, ik ga gewoon een ander plekje. Nou, we lopen nog even door. Lekker wiebel de wiebel met de camera. Ik zal proberen om zo stil mogelijk te houden. Dan zien we het volgende setje. Dit is een barok setje. Dit setje zijn Aurelia en je Vado. Vado! Hi vent! Hallo! Ah, was je er met je vriendinnetje, hè? Nou, Aurelia en Vado zijn dus echt vrienden. Vrienden voor het leven, vriendje en vriendinnetje. Eigenlijk, ja, vanaf dat mijn paarden in de kudde erbij staan, al vrij snel werd dit een setje. Vado en Aurelia waren eerder een setje samen met Sedira. Sedira was een 2,5 jaar Arabiertje. En dat was al het vriendinnetje van Aurelia voordat Vado kwam. En zij is later in de kudde teruggekomen weer. En toen gingen zij heel goed met z'n drieën. Sedira is ondertussen weer verhuisd. En nu zijn ze dus weer met z'n tweeën overgebleven. En nou ja, dat zijn echt vrienden voor het leven. Ik bedoel, die doen alles samen. En als ik Vado mee heb, dan staat Aurelia harder te gillen dan Jouke. Want Aurelia mist dan een vriend. Zo zielig. Vado lijkt er iets minder moeite mee te hebben als Aurelia weggaat. Dus ik denk eerder dat Aurelia Vado een beetje claimt. En Vado heeft Jouke ook nog. Dus, ach ja, weet je, als Aurelia weggaat, dan ruil je hem gewoon in.
En Mo heeft die ook nog. Het is echt een vent, hè. Ik bedoel, je kan je vriendinnetje toch zo inruilen. Maar nee, ze zijn wel echt eigenlijk altijd samen. En af en toe zie je er een ander paard bij staan. Maar over het algemeen zijn ze met z'n tweeën. En dit zijn ook de twee die de boel wel eens op willen stoken. En ervoor zorgen dat de hele club even aan de wandel gaat. Nou, dan gaan we de laatste nog even zoeken. Dus we hebben er nog twee. En ik vermoed dat ik wel weet wat ik ze kan vinden. Hé, meisje. Met je grote vliegenogen. Fado! Nou, verstopt achter de boom. Hi, knap kind! Hi, Jouk, was je er alweer? Oh, Jouke! Oh, god, wie hebben we hier? Ja, hi, Jouk. We stonden even naar vader te kijken. Nou, en Jouk is nu naar mij toegekomen. Maar wie is er verder nog bij? Even kijken, kijk. Daar hebben we Els. Want Els dacht, hey. Oh, wacht, dat is de verkeerde kant. Jouke gaat aan de wandel. Jouke is met een maat. Dus ik moet mee. Jouke vindt helemaal niet nodig dat ze meegaat, maar als ze mee wil, mag dat. Dus nu hebben we hier ineens vier paarden samen. Nou, hoe gezellig is dat? We gaan eens even kijken of we de rest van de groep kunnen vinden. Dat was ik net al van plan. We zullen zien dat die voor me uit zijn gelopen de andere kant uit. Ik had eigenlijk verwacht ze hier om het hoekje. Oh ja. Ja, ik zie ze al. Kijk. En dan hebben we hier dus nog Mo en Coco. Ja, ik wou zeggen de oudste en de jongste, maar dat is niet waar, want Jouke is de oudste. Maar Coco is wel de jongste. Coco die is natuurlijk een jaar. En Mo die is 19. En Coco heeft ook een hele tijd heel veel bij Jouke gehangen. Maar sinds Els er is, is hij iets minder aanhankelijk aan Jouke, volgens mij. Ik bedoel, ik ben hier ook niet alledaags, ik zie ook niet alles natuurlijk in de kudde gebeuren. Of in de groep gebeuren. Maar als je dus ook vandaag kijkt, dan zie je dat Els en Jouke samen staan. En dus inderdaad Mo en Coco. En eigenlijk vind ik dat ook wel weer logisch. Dat ik echt zie in deze groep, ik weet niet of het jullie ook al opgevallen is. Maar we hebben zo'n groepje van 6 paarden. Er is er eentje omgevallen. Dat heb je wel eens, hè, dat je omvalt. Zit je lekker? Ja, hij staat weer. Maar wat ik dus heel grappig vind om te zien, is dat je echt ziet dat het Merrie Ruin groepjes zijn geworden. Jouke is dus met Els samengekomen, Fado en Aurelia en dus nu Coco en Mo. En Mo is de Merrie in dit geval, want Mo is natuurlijk een afkorting van Modesta. Het zijn dus allemaal Ruin Merrie. En vooral toen ze nog met z'n vieren stonden, toen zochten Mo en Jouke elkaar meer op. Dan zag je ook vaak dat Mo dan bijvoorbeeld lag en Jouke ernaast stond en Aurelia lag en dat Fado ernaast stond. Dus ze waken ook over elkaar bij het slapen. En je ziet in deze groep dus ook echt dat er nog kleinere vriendengroepjes zijn in de grote groep. Ze kunnen allemaal prima met elkaar, maar binnen de groep zijn er nog weer kleine subgroepen. Jouke, wat wou je dan, jongen? Nou, je mag komen hoor. Kom maar. Ja, een ventje. Slijmjurk. Wat is er dan? Ja, ik had je muts afgezet, hè. Ik vond het wel leuk om je hoofd te zien. Mijn vader, wat heb je met je deken gedaan? Ik moet nog niet rollen. Maar goed. Ja, en dit is onze groep. Onze groep paarden. En dan zie je dat er dus inderdaad onderling die structuren niet heel erg vaststaan. Dat is niet dat je duidelijk ziet van, oh weet je, je ziet nu ook Jouke, die heeft de motivatie om te gaan lopen. Die motivatie om te gaan lopen, dat ben ik. Want, nou daar komt hij alweer. Kijk, daar is die. Hij vent. En je ziet dat vader dus nu weer twijfelt of dat hij met Jouke mee zal gaan. Of dat hij dat niet doet. Dat is een enorm dubio, want ja, zijn vriendinnetje blijft dus nu achter. Die vindt dit blijkbaar niet belangrijk genoeg om met hem mee te gaan. Goed, Jouke.
Maar ja, Jouke is natuurlijk ook zo'n maat. Dus ja, en het vrouwtje. Ja, het is toch ook wel leuk. Wie weet gaan we nog iets leuks doen. Dan is het wel de moeite. Nou, maar kijk, daar komt zijn vriendinnetje ook al aan. Oké, je denkt, oh, wacht eens even. Mijn man loopt gewoon weg. Oh, jongen. Nou, en Els is blijkbaar al moe van Jouke, die dus continu achter mij aanwandelt. Maar als dus de rest nu ook deze kant allemaal opkomt, dan heb je kans dat zij ze eigenlijk ook wel weer komt. En dat is wel leuk, want we hebben dus nu hier, waar deze paarden staan, ineens ook weer de groep bij elkaar. En dan zou je natuurlijk kunnen denken dat ik misschien de leider ben van de groep. Jouke, wil je alsjeblieft een beetje zachtjes doen? Omdat alles achter mij aanwandelt. Maar eigenlijk is er dus maar eentje die achter mij aanwandelt. En dat is het paard wat mij nu probeert mijn rug te schuren. Waardoor ik mijn camera moeilijker stil kan houden. Maar goed. Lekker ding. Is Jouke dan de leider van de groep? Nee. Nee, hij is wel de oudste. Maar goed, als je al in de leidende merrie en de drijvende hengst zou denken, dan zou Jouke dus eerder de drijvende hengst moeten zijn en niet de leidende merrie. Terwijl die nu dus wel degelijk de hele groep meeneemt, want Aurelia komt ook al steeds dichterbij. En je ziet ook dat het al scharrelend gebeurt. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. Je ziet dus dat daar Aurelia lekker aan het scharrelen is. Fado is daar aan het scharrelen. Dat is een stuk makkelijker scharrelen dan Jouke. Dan Aurelia dus. Oh, en daar hebben we ook Els. Dat vermoeden had ik al dat zij zou komen. En ze denkt nu toch, ja, maar ja, de hele groep gaat door, dus dan moet ik toch ook maar weer mee. En zo zie je dat dus de hele groep al scharrelend meeloopt met één paard dat zich verplaatst. En het is helemaal niet de leider van de groep. Zeker de mensen die ons wel als vrijstelsuur hebben zien doen, die kunnen wel beamen dat Vado Jouke af en toe best wel aan de kant durft te beuken. Maar je ziet dus nu wel dat de groep Jouke volgt. Geen flauw idee denken ze waar naartoe, want waarom zou je bij dat mens willen zijn? Ik bedoel, die heeft nu toch geen eten, dus dat is helemaal niet boeiend. Maar als Jouke daar naartoe wil, de groep blijft bij elkaar, want het is veiliger om als groep bij elkaar te blijven. Als we dus kijken naar zo'n groep of kuddepaar, dan zie je dus dat er eigenlijk geen leiders in de groep zijn. Want leiderschap is niet nodig. Er is niemand binnen die groep die voor een ander paard iets moet bepalen. Ze hoeven niet te bepalen of ze gaan lopen, ze hoeven niet te bepalen of ze gaan drinken. Dat doet ieder paard voor zich. Wat je wel ziet is dat de groep vanzelf bij elkaar wil blijven. Dus ze blijven elkaar volgen, ze blijven bij elkaar in de buurt. Ze zoeken elkaar echt op. Omdat dat alles biedt wat een groep nodig heeft. En er is dus niet één paard die dingen bepaalt. Ieder individu kan bepalen waar die behoefte aan heeft. En de groep past zich daarop aan. Lieve Jouke, ik pas me even niet aan. Ik snap dat jij behoefte hebt aan kriebels. Dus er is weinig leiderschap. En ieder paard kan dus ook een ander paard wegjagen. En natuurlijk afhankelijk van hoe beleefd ze zijn. Dat zit hem echt in karakter. Het ene paard is duweriger, beukeriger, drabberiger dan de ander. Die vindt ook bepaalde dingen belangrijker. Dus een paard die heel veel van eten houdt. En die behoorlijk stoïcijns kan zijn en beukerig kan zijn. Die kan dus makkelijker een ander paard die het eten misschien ook minder belangrijk vindt of wat gevoeliger is, aan de kant duwen. Maar dat zit hem echt in karakter. Dat paard is dus geen leider. Dat paard bepaalt namelijk niet, oh jij mag nu eten. Dat paard bepaalt alleen maar, ik wil eten en jij moet weg. Hij regelt niks. Hij is alleen maar voor zichzelf bezig. En dat is niet erg, dat is hoe de structuur werkt. En natuurlijk moet jij dus als mens wel een leider voor je paard zijn, want jij moet hem begeleiden. Ik zou het liever zeggen, ook een begeleider voor je paard. Dus je moet hem begeleiden in onze mensenwereld. En wij willen wel dingen van ons paard. En als jij al geen leiding neemt, als jij geen plannen hebt en geen doel hebt, hoe moet je paard dan weten wat jullie gaan doen? En dat is de reden waarom jij leiding moet nemen. Omdat jij een idee hebt van wat je wil. Jij hebt een plan, jij hebt een idee. En jij wil dat paard daarin meenemen. Stel dat ik zeg, kom, ga jij bij mij mee een dagje op stap? En dan zeg je, oh, is goed. En dan staan we samen op een station bijvoorbeeld. Dan zeg je, oké, waar gaan we naartoe dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, dat wordt geen leuk dagje uit. Dan moeten we op dat moment nog gaan bedenken wat we gaan doen. Dat is helemaal niet handig. Als ik jou meeneem, dan vind jij het ook fijn dat ik weet wat we gaan doen. Het liefst weet je dat zelfs nog van tevoren. Dat je van tevoren zegt van, oh ja, op zich wil ik een dagje mee op stap. Wat gaan we dan doen? Heb je een leuk idee? En wij kunnen daar nog samen over overleggen. Wat is een leuk idee? Ja, ik heb zoveel jeuken vent. Je kan met je paard eigenlijk veel moeilijker natuurlijk overleggen over wat een goed idee is om, oh kerel, om samen te gaan doen. Daarom heb jij dus leiding in de omgang met je paard. Maar dat is niet de leider van de groep.
Er is geen leider binnen een groep paarden. Ik hoop dat je het een interessante video vond, dat je hier wat van geleerd hebt. Als het zo is, laat me dat hieronder even weten in de reacties. Want ik zeg heel eerlijk, ik reageer lang niet altijd even adequaat op alle reacties. Maar dat neemt niet weg dat ik ze wel echt allemaal lees. Maar ik heb het gewoon ook mega druk. Dus ik maak een video, ik zet hem klaar op YouTube. Hij komt op donderdagmiddag online. En vervolgens maak ik weer een nieuwe video om weer klaar te zetten. Maar ben ik eigenlijk weinig met YouTube bezig. Maar ik heb natuurlijk mijn paarden, ik heb mijn werk, ik heb mijn dieren thuis, mijn hond, mijn klanten. Noem maar op. Dus ja, ook ik wil even in het scherm kunnen kijken. Kom, even een stapje terug. Even een stapje terug. Ja, ik weet dat je vindt dat ik wel klaar ben. Hop, stap terug. Ja, dankjewel. Dus ik kom er niet altijd aan toe om op alle reacties ook weer te reageren. Maar weet, ik lees ze wel. En ik vind het superleuk om even te lezen van, goh, heb je iets gehad hieraan? En laat me dat eens even weten. Ook of je echt nieuwe dingen gehoord hebt, wat voor jou de grootste eye-opener was. Of dat je voorbeelden hebt van de structuur in de groep van jouw paarden. Of van jullie paarden. Ja, ik vind je lief. Ik vind je heel lief. En als je het een leuke video vond, vergeet dan niet om even een duimpje omhoog natuurlijk. En als je het niet gedaan hebt, dan zeker abonneren. Als je dit een interessante video vond, dan vind je de video's die gaan komen vast ook heel boeiend. En kijk ook even terug op het kanaal, want daar staan al een heleboel video's over dit soort onderwerpen. Die jou meer inzicht geven in jouw paard en in omgaan met paarden. En in paarden trainen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Kom maar. Kom maar, juist. Goed zo. Ja, heel mooi. Goed zo. Buigen. Goed zo, vind ik. Goed zo.